Welkom bij het zesde fonologiecollege alweer. De vorige keren zijn we heel klein begonnen bij de allerkleinste samenstellende deeltjes van menselijke taal, van de klankkant in ieder geval van menselijke taal. Het kenmerk, die kenmerken zijn gegroepeerd in klinkers en medeklinkers die samen segmenten heten. Vandaag gaan we het iets hoger opzoeken. We kijken naar iets grotere groepen. Die groepen heten wel lettergrepen, maar omdat die term erg geassocieerd wordt natuurlijk met letters, met afbreekstreepjes en dat soort dingen, worden ze door sommige Nederlandse fonologen ook wel syllaben genoemd. Sluit ook bovendien beter aan bij de internationale term, de Engelse term, namelijk syllables. Ik probeer syllaben te zeggen, maar ik zeg ook vaak lettergrepen. Ik gebruik die termen door elkaar, eerlijk gezegd. Die lettergrepen zijn desalniettemin misschien wel het allerreëelste. Het is in ieder geval het allermakkelijkst aan te tonen dat die een grote realiteit hebben in de taal. Eigenlijk misschien zelfs nog wel meer dan individuele klinkers en medeklinkers. Om klinkers en medeklinkers van elkaar te kunnen onderscheiden, moet je eigenlijk meestal al kunnen schrijven. Kleine kinderen die nog niet kunnen schrijven, kleuters, die horen dat nog niet. Die horen dat nog moeilijk. En zelfs als volwassenen, zelfs als geletterde volwassenen, die dus al heeft leren lezen en schrijven, die al letters heeft geleerd, is in zekere zin aantoonbaar de syllabe meer aan de oppervlakte dan de individuele klinkers en medeklinkers. Hoeveel lettergrepen heeft encyclopedie? Oké. Hoeveel individuele klanken heeft het woord krant? Nou, het antwoord op die twee vragen is hetzelfde, maar een analfabeet die helemaal niet kan lezen of schrijven, of een klein kind, weet het antwoord op die tweede vraag niet. En ook wij, die hopelijk wel kunnen lezen en schrijven, vinden het antwoord op die eerste vraag nog steeds makkelijker. Encyclopedie, dat tel je in zekere zin op je hand. Krant, dat tel je veel moeilijker op je hand. Daar moet je eigenlijk het woord in geschreven vorm, denk ik, bijna voor je zien om dat goed te kunnen. Dit geldt voor alle talen bovendien. Dus in alle talen die bestudeerd zijn, zijn syllaben voorhanden. Kunnen mensen syllaben tellen? De grenzen, precies, de precieze grenzen liggen tussen syllaben is wat moeilijker. Waar ligt precies de grens in appel? Dat bestaat uit twee syllaben, maar is dat nu appol of appol of appol? Dat is een kwestie van spellingconventie, maar in de gewone gesproken taal wat moeilijker te horen. Maar dat appel twee lettergrepen heeft, dat leidt eigenlijk geen twijfel, is ook voor mensen die Nederlands als vreemde taal leren niet het allermoeilijkste aspect van het Nederlands, enzovoort. Er is heel veel evidentie in talen van de wereld dat syllaben een belangrijke rol spelen. Eén zo'n soort evidentie is poëtische evidentie. Kijk naar dit gedicht, een gedicht uit de Servo-Kroatische traditie, uit de mondelinge traditie. Een traditie die heel lang puur mondeling is overgedragen, die helemaal niet per se werd uitgeschreven, maar waarin iedere regel een vast aantal lettergrepen telt. Namelijk 10. In een groot deel van Europa, met name in het zuiden van Europa, vinden we dat soort vormen. In het Italiaans zijn het 11. Lettergrepen, in het Frans zijn het meestal 10 of soms 12 lettergrepen. In deze Kroatische traditie zijn het er dus 10. Iedere regel heeft 10 lettergrepen. En waar je dus naar de Italiaanse en Franse traditie kunt zeggen, dat zijn inmiddels zeer geleerde traditie, daar leer je over het algemeen voor schrijven, is het zelfs in mondelinge tradities iets waar mensen gevoel voor kunnen ontwikkelen, zelfs als ze niet kunnen lezen en schrijven. En dat is in ieder geval een soort evidentie voor die lettergreep. En we gaan zien dat er allerlei soorten van evidentie zijn voor de lettergreep en eigenlijk voor twee
eigenschappen van die lettergreep. Namelijk in de eerste plaats dat het groepjes zijn, constituenten, groepjes van klanken, van over het algemeen een klinker met een aantal medeklinkers ervoor en eventueel een aantal medeklinkers erna. En dat tweede is dat die klinker een belangrijkere rol speelt of soms ook een bepaalde medeklinker. Lopen, daar is oostelijk Nederlandse vorm, daar is het een, de tweede lettergreep heeft geen klinker. Dan speelt een medeklinker die rol een rol van wat wij noemen hoofdigheid. Er is één van de, dus het zijn groepjes waarbij één het meest prominent is en in zekere zin de andere klanken daaromheen gegroepeerd zijn. Woorden klinker en medeklinker zijn wat dat betreft, zou je kunnen zeggen, goed gekozen woorden. De klinker is wat klinkt in de Nederlandse lettergreep en de medeklinkers klinken daarin mee samen als een lettergreep. Allerlei soorten evidentie heb ik gezegd. Een van die soorten evidentie zijn poëtische tradities die ze gebruiken. Een ander soort evidentie vind je in de analyse van klemtoon. Daar gaan we nog veel meer over horen in volgende colleges. Maar in ieder geval zijn er talen waarin klemtoon bijvoorbeeld altijd ligt op de voorlaatste lettergreep van het woord. Een pols is zo'n taal. Er zijn ook talen waarin het altijd ligt op de eerste lettergreep van het woord. Dat is iets minder duidelijk, maar, want ja, dat is dus het begin van het woord. Heb je daar een lettergreep voor nodig? Maar het Pools is een taal waarin klemtoon ligt op de voorlaatste lettergreep van het woord. Er is dus een lettergreep tussen de klemtoon en het woord en dat is precies een lettergreep. En dat soort klemtoonregels die ook weer gewoon zijn ontstaan, ook in talen waarin helemaal niet werd geschreven. Dat soort klemtoonregels tellen lettergrepen. Tellen precies lettergrepen. En zijn dus een bewijs dat die lettergrepen een realiteit zijn. Een realiteit zijn op zijn minst in het hoofd van die sprekers. Ander soort evidentie is dat bepaalde morfologische woordvormende processen soms gebruik maken van lettergrepen. Dat zie je bijvoorbeeld bij een proces dat heet reduplicatie. Ook daar gaan we nog meer van zien in komende colleges. Hier zie je een voorbeeld uit het Yaqui. Dat is een Indianentaal, een Azteekse Indianentaal. In dat Yaqui maak je een werkwoord intenser, geef je een intenser betekenis, door de eerste lettergreep te herhalen. Dus je hebt woesa, dat betekent wakker worden. En dan heb je woewoesa, dat is een intense vorm van wakker worden. Je hebt chike, dat betekent je haar kammen. En je hebt chichike, dat betekent met grote intensiteit je haar kammen. Je hebt hewite, dat betekent er mee eens zijn. En je hebt hewite, dat betekent het er heel erg mee eens zijn. Reduplicatie, het herhalen van bepaalde delen van een woord, geeft in veel talen een vorm van intensiteit aan, of bij zelfstandig naamwoord een vorm van meervoud. Je kunt verschillende stukjes van een woord herhalen, maar het is niet atypisch dat zo'n stukje van een woord een lettergreep is. En ook hiervoor geldt weer, dit zijn talen waarvoor je hoeft helemaal niet te hebben leren lezen en schrijven om dit onder de knie te krijgen. Dit is ontstaan in een tijd dat deze taal waarschijnlijk helemaal nog niet geschreven werd. Met schrift heeft het niks te maken. Het heeft iets te maken met de cognitieve realiteit van lettergrepen. Zo zitten ze echt in je hoofd. Nog een soort bewijs. Ik heb al gezegd, die kinderen en analfabeten die kunnen dat moeiteloos. Nee, probeer, zoek maar. De kinderen zijn waarschijnlijk iets makkelijker in je omgeving te vinden dan analfabeten. Neem zo'n, grijp zo'n kleuter bij de kladden en vraag hoeveel lettergreep uit hoeveel stukjes bestaat opruimen. En
misschien moet het even een beetje leren wennen, maar je krijgt zo'n kind dat eigenlijk vrij gemakkelijk geleerd. Het heeft een cognitieve realiteit. Het zit al in je hoofd voordat je het leert. Dat merk je dan als je dat aan zo'n kind leert. Het hoeft alleen maar te begrijpen welk ding in zijn hoofd of haar hoofd het is waar die moet aangrijpen. Zo is er ook allerlei bewijs uit zogenoemde taalspellen of geheimtalen. Er zijn allerlei geheimtalen, ook hier komen we later nog weer op terug. Maar er zijn allerlei geheimtalen of taalspelletjes die kinderen spelen, die volwassenen spelen, die serieus worden gebruikt of niet serieus worden gebruikt. Waarin bijvoorbeeld zaken worden omgedraaid. En iets wat er dan vaak wordt omgedraaid zijn de lettergrepen van een woord. Een heel beroemd voorbeeld is in de Franse banlieue, de zogenoemde verlan. Verlan, dat komt van l'envers. En dan die twee lettergrepen omgedraaid. Dat is zo'n soort geheimtaal waarin mensen met elkaar praten door woorden andersom uit te spreken. En voor de niet ingewijden wordt het daardoor allemaal een stuk onbegrijpelijker. Hier zie je nog een voorbeeld. Een geheimtaal die komt uit de onderwereld van Argentinië en Uruguay, die ook te maken heeft gehad met de illegale tango-wereld van zo'n 100 jaar geleden en die je ook nog in oude tango-liedjes terugvindt. Dat heet vers re en ook dat staat weer voor revers, voor het omgekeerde. En in dat vers re, verre, zeg je zappie in plaats van pizza. Zeg je Ljobaka in plaats van caballo. Ik spreek het ongetwijfeld allemaal niet helemaal perfect uit. Maar wat je dus doet, is je neemt een woord en je draait de lettergrepen om. Ook hier weer, ik benadruk het nog een keer. Dit soort geheimtalen worden soms gebruikt door criminelen in zeer armoedige omstandigheden die niet of nauwelijks kunnen lezen of schrijven. En het helemaal omdraaien van een woord, klank voor klank, is dan een veel ingewikkelder taak. Dat vind je dan niet zo vaak. Maar het omdraaien van lettergrepen vind je heel erg vaak in dat soort talen. Er is bovendien ook allerlei psycholinguïstische evidentie dat die lettergrepen echt in ons hoofd zitten. Dat als we praten of als we luisteren, dat we dan niet zozeer de klanken aan elkaar rijgen, maar dat we misschien wel in onze kop lettergrepen als complete verzamelingen instructies hebben opgeslagen en die dan uitspreken als we een woord zeggen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een bepaald verschijnsel, dat namelijk een soort verspreking, die heet blending, waarin mensen woorden door elkaar gooien, waarin je probeert een woord te zeggen, maar je zegt eigenlijk twee woorden door elkaar. Dus je gooit om de een of andere reden vader en leraar door elkaar en je zegt varaar of leder. Dat, als je het zo in zo'n isolatie doet zoals ik nu, dan klinkt dat een beetje raar. Maar feitelijk komen dat soort versprekingen heel veel voor. Blending, je gooit woorden door elkaar, je blendt ze door elkaar. En dat is wel eens onderzocht. En dan blijkt dat in dat soort blends, die mensen nogmaals de hele dag gebruiken, je hebt het vaak niet in de gaten, want je bent als luisteraar zo gewend aan het feit dat mensen zich verspreken, dat je geneigd bent om eigenlijk automatisch in je hoofd ieder van die versprekingen weer te repareren. Of als de spreker zichzelf repareert, dat ook onmiddellijk weer te vergeten. Maar dus dat soort blends, die blijken heel vaak lettergreepgrenzen te respecteren op de manier waarop ik dat nu daarnet ook deed. Namelijk je zegt varaar of leder. Varaar lijkt me logischer, maar in ieder geval, je neemt één lettergreep uit het ene woord en een lettergreep uit het andere woord. En dat is denk ik eigenlijk een goede aanwijzing. Ze zitten dus in zekere zin allebei op een bepaald moment in je kop. Ze strijden voor toegang tot je tong en lippen. En dan wint de ene lettergreep van het ene woord en de andere lettergreep van het andere woord. En dat is heel sterke aanwijzing dat er inderdaad van dat soort lettergrepen zijn die in je hoofd zitten. Er zijn dus allerlei lettergrepen en het is dus kennelijk ook niet nodig dat je daarvoor kunt lezen en schrijven. Maar
lezen en schrijven bieden op zichzelf ook nog wel een interessante soort van evidentie. Namelijk dat er allerlei, over de hele wereld, talen zijn ontwikkeld met een schriftsysteem dat gebaseerd is op wat we noemen syllabaries. Lettergreepgroepen, syllabaria. Groepen van letter. Je schrijft niet zoals wij schrijven min of meer één letter per klank, maar je schrijft één symbool per lettergreep. Japans is daar een bekend voorbeeld van. Spijkerschrift was daar ook een bekend voorbeeld van. Dat zie je hier. Dus daar zie je hier Akkadisch spijkerschrift. Feitelijk had daar ieder symbool, stond daar ieder symbool voor een aparte lettergreep. Je zou dus kunnen zeggen, waar je ook kijkt, waar je je oor ook te luisteren legt, in welke taal dan ook, zie je dat mensen praten in syllaben, praten in lettergrepen. Die lettergrepen die blijken bovendien nog een soort van interne structuur te hebben. Een structuur die verfijnder is dan dat ze alleen maar bestaan uit groepjes, klinkers en medeklinkers. Het begint al met iets wat ik daarnet ook al observeerde, namelijk in veel talen, bijvoorbeeld in het Nederlands, in ieder geval in het standaard Nederlands, heeft iedere lettergreep een klinker. En die klinker is centraal. Die klinker die noemen we ook wel de nucleus. Iedere lettergreep heeft een nucleus in het Nederlands. Nou heeft het Nederlands vervolgens vrij complexe mogelijke lettergrepen. Er kunnen drie medeklinkers voor de klinker staan, straat, en er kunnen er een aantal na de klinker staan, herfst. Dat zijn er 1, 2, 3, 4. Maar daar zit ook structuur in. Het is niet zomaar willekeurig wat dat mogelijk is. Je kunt niet zomaar drie medeklinkers in een willekeurige volgorde zetten en dan een Nederlandse lettergreep creëren, ook al zijn dat Nederlandse medeklinkers. Dus flpa is geen Nederlandse lettergreep. En ook niet alleen maar in de zin dat er geen Nederlands woord is met de lettergreep flpa, maar ook dat als je zo'n woord verzint, Nederlanders dat waarschijnlijk eigenlijk niet accepteren als een Nederlands woord. Als je een merknaam verzint, fpa, dan dat kun je natuurlijk doen om bijvoorbeeld om heel erg op te vallen, maar dat is dan al één ding. Je valt dan heel erg op en bovendien weet je dan dat niemand dat woord eigenlijk ooit kan uitspreken. Ook al, nogmaals, ook al zijn dus al die klanken gewone Nederlandse klanken. Dat noemen we fonotaxis. Fonotaxis, dus je hebt syntaxis, dat gaat over de manier waarop woorden kunnen worden samengevoegd op zo'n manier dat ze een goede, welgevormde zin vormen. Fonotaxis gaat over de manier waarop klanken kunnen worden samengevoegd, klinkers en medeklinkers kunnen worden samengevoegd tot een woord, zodanig dat dat een welgevormd woord is. En dan gaat het dus bij welgevormdheid niet over of dat woord bestaat, want of een woord bestaat is in zekere zin toeval. Er kan altijd een nieuw woord worden bedacht dat zo werkt. Mijn favoriete voorbeeld is eerlijk gezegd een beetje van vroeger. Hoewel, ik geloof dat het spelletje nog steeds bestaat, namelijk Lingo, maar niemand kijkt er meer naar. Maar bij dat spelletje, kijk er al een keer naar als je er nooit naar kijkt. Bij dat spelletje moeten mensen een woord raden van 5 letters en dat dan ook spellen. En dat doen ze op basis van, ze krijgen steeds meer aanwijzingen over welke letters er in dat woord staan. Nou, soms zeggen die mensen dan een woord waar nog niemand ooit van heeft gehoord. Maar als ze zeggen, laten we zeggen spra, dan is er vervolgens enige stilte. Dan moet er gekeken worden naar de juryvoorzitter die dan in het woordenboek gaat kijken of dat woord bestaat. Want spra, hoewel niemand dat kent, zou op zichzelf eigenlijk best
een Nederlands woord kunnen zijn dat alleen maar gaat over iets waar wij toevallig het nooit over hebben. Laten we zeggen, een of ander ouderwets agrarisch instrument dat niemand meer gebruikt. Dus het zou een bestaand Nederlands woord kunnen zijn. Maar als iemand zegt vpla, dan hoef je helemaal niet in dat woordenboek te kijken. Dan weet je meteen vpla, of ik zei eigenlijk daarnet vpa, nog beter, vpa, dat niemand denkt zelfs dat dat een Nederlands woord is. Dus er is een verschil tussen spra, dat we een mogelijk Nederlands woord noemen, en vpa, dat niet eens een mogelijk Nederlands woord is. En dat is het verschil dat ons interesseert, veel meer dan het verschil tussen woorden die er bestaan en woorden die niet bestaan. Het gaat over mogelijke tegenover niet mogelijke woorden. Nou is het geval dat ieder mogelijk woord in het Nederlands of in willekeurig welke andere taal wordt gedefinieerd als bestaande uit een rij van mogelijke Nederlandse syllaben. Dus een woord is een mogelijk Nederlands woord als je het kunt opdelen in syllaben. En ieder van die syllaben is een mogelijke Nederlandse syllabe. Dat is het algemene idee. Nou, wat is dan een mogelijke Nederlandse syllabe? Die zijn in het Nederlands dus behoorlijk complex. Veel complexer krijgen ze niet in talen van de wereld. Er bestaan wel talen met nog complexere lettergrepenstructuur, bijvoorbeeld Georgisch of bijvoorbeeld Berber. Maar Nederlands zit behoorlijk aan de complexe kant, net als Duits en Engels, net als onze andere, ik zal maar zeggen, zustertalen, andere Germaanse talen. Maar iedere taal heeft zo'n nucleus. Bovendien heeft iedere taal ook altijd de mogelijkheid om er één medeklinker aan vooraf te laten gaan. Dus iedere taal heeft een lettergreep die bestaat uit een medeklinker gevolgd door een klinker. Een C gevolgd door een V. Consonant gevolgd door een vokaal. Iedere taal heeft een CV-lettergreep. Die CV-lettergreep noemen we daarom ook wel de kernlettergreep. Dat is de lettergreep die je in alle talen van de wereld hebt. Andere soorten lettergrepen kunnen, daar kan variatie in zijn. Dit is precies de ene soort lettergreep die je in iedere willekeurige taal lijkt te vinden. Er zijn misschien talen met alleen maar die kernlettergreep. Het is bijvoorbeeld wel eens voor sommige Afrikaanse talen beweerd. Het blijkt eigenlijk nog vrij moeilijk te zijn om dat soort talen te vinden. De meeste talen staan toch ook wel V-lettergrepen uit. Lettergrepen die bestaan alleen maar uit een klinker. Maar dan hebben we dus een lettergreepinventaris of CV of V die eigenlijk vrij wijdverbreid is in talen van de wereld. Die twee lettergrepen vind je in heel veel talen. Dan nog steeds is er een voorkeur voor die CV-lettergreep. Die voorkeur vind je trouwens ook bij de verwerving van talen die veel complexere lettergrepen hebben. Kleine kinderen, daar zijn ze weer, die Nederlands leren, die gaan vaak door een stadium waarin ze ervan uitgaan dat alle lettergrepen CV-lettergrepen zijn. En ook V, pure V-lettergrepen, worden getransformeerd tot CV-lettergrepen. Die kinderen zeggen dan in plaats van auto, toto. Of ze zeggen in plaats van api, tapi. Ze voegen dus een T toe in dit geval om die A, die pure V-lettergreep, tot een mooie, goede, betere, welgevormde CV-lettergreep te maken. CV is dus kernlettergreep in op zijn minst deze twee manieren. We vinden hem in alle talen. Het is de enige lettergreep die we vinden in alle talen. En kinderen die ook een andere taal leren, die gaan in eerste instantie vaak door een stadium heen waarin ze alleen maar die CV-lettergrepen accepteren. Mama en papa hebben natuurlijk ook typisch precies die structuur. Het is ook nog eens een keer zo dat ook weer in een taal als het Nederlands met dus complexe lettergrepen, als je een woord hebt dat niet geleed is, dat geen verdere morfologische structuur heeft, een woord als oma, dat kun je op zichzelf opdelen in oom en a. Oom en a zijn allebei goede Nederlandse
lettergrepen. Maar dat doe je niet. Je zegt o, ma. Zodat in ieder geval één van die twee lettergrepen een cv-lettergreep heeft. Er is dus een voorkeur om woorden zo te syllabificeren dat je zoveel mogelijk cv-lettergrepen krijgt. Die afwisseling van consonant, vokaal, consonant, vokaal, medeklinker, klinker, medeklinker, klinker, heeft een soort hele sterke voorkeur in talen van de wereld. Zo sterk dat je zelfs als, dus oom, a, daar is op zichzelf niks mis mee, maar je doet dat niet. En dat geldt voor iedere taal. Dus als je een andere taal gaat leren, welke taal ook, welk van de 6.000, 7.000 talen er op de wereld ook, en die taal heeft een woord dat klinkt als oma, en je wil weten hoe dat in lettergrepen wordt opgedeeld, dan kun je al je geld erop inzetten dat het wordt opgedeeld in o en ma. Er is geen taal die dat woord, als het ongeleed is, zou opdelen in oom en a. Ik zeg steeds als het ongeleed is, omdat geleding morfologische structuur kan zorgen voor verschillen. Dus als je zegt vereren, dan zeg je niet vereren, wat een vrij mooie cv-structuur zou hebben, vereren. Maar je zegt vereren. En dus tussen ver en e, daar zet je de lettergreepgrens, hoewel dat eigenlijk een minder mooie lettergreep oplevert. En dat doe je dan waarschijnlijk om de morfologische structuur te respecteren. Dus dat eer, wat een betekenisdragend deel is in dat woord, om dat op zichzelf uit te spreken. Goed, een klinker voorafgegaan door een medeklinker. In het Nederlands kunnen er meer medeklinkers aan vooraf gaan. Die medeklinkers die zetten we dan in een groepje. Dat groepje noemen we de aanzet in het Nederlands of de onzet in het Engels. In het Nederlands zijn dat er twee. In de meeste talen zijn het er twee. Je kunt twee medeklinkers laten vooraf gaan. Traan, trui, plein, prei, kruin, klei, knie. Maar het zijn er twee. Behalve, zoals ik daarnet heb gezegd, straat en ook splijt of sprei of struik of een groot aantal van dat soort woorden waar het er drie zijn. Maar als het er drie zijn, is de eerste altijd een S. Dus kom er niet aan met chroom of zulke soort woorden. Want chroom zijn er twee. Gr. En niet drie, omdat je er drie letters schrijft. Nee, dus als het gaat om de klanken en je hebt er drie, dan is dat eigenlijk bijna altijd aan het begin van het woord, met uitzondering van extra. En dan is de allereerste eigenlijk altijd een S. Nou ja, eigenlijk, het is gewoon altijd een S. Het is altijd een S. Een stemloze fricatief koronaal. S. Wat we doen is die S, die zetten we nu even apart. Daar kom ik ook nog weer op terug. Maar na die S volgt dan altijd precies zo'n soort groepje van medeklinkers als je ook aan het begin van het woord kan hebben. Dus na een S kan komen ple, splijt, zoals je ook kunt hebben plein. Na een S kan komen straat, zoals je ook kan hebben traan. Dus die twee medeklinkers die na de S komen, dat zijn precies het soort groepjes van medeklinkers als er ook zonder de S kunnen voorkomen. Goed, onzet. Dus in Nederlands heeft een complexe onzet. Staat een complexe onzet toe, twee medeklinkers. Er zijn talen die er staan er alleen maar één toe. Er zijn ook talen waar het Nederlands er ook van één is, die staan er ook nul toe. Dus in Nederlands kan de onzet bestaan uit nul medeklinkers. Dus dat is aap. Eén medeklinker, dan heb je raam. Of twee medeklinkers, dan heb je traan. En dan is er nog die extra S die aan het begin van het woord kan staan. Zoals in straat. Oké, dus dat is zo'n beetje de structuur van de Nederlandse onzet, de Nederlandse aanzet.
Ze heeft ook die klinker na afloop, kan ook meer structuur hebben. Na die klinker kunnen nog andere medeklinkers komen. Dus je kunt hebben ram, en je kunt hebben rap, en je kunt hebben ramp. Dus na, het Nederland, na de klinker kunnen in het Nederlands nog één of twee medeklinkers komen. Rap, ram, ramp. Dat groepje van die klinker met die medeklinkers ernaast noemen we het ruim. Om voor de hand liggende redenen. Dus dat is natuurlijk ontleend aan de analyse van gedichten. Dus ramp, ruimte op kamp. En wat zeggen wij nu? Dat is omdat het ruim van ramp is hetzelfde als het ruim van kamp. Zo zeggen we dat. Dus amp is een constituent, is een groepje. En dat groepje bestaat uit een klinker en twee medeklinkers. Die medeklinkers die vormen op zichzelf weer een groepje binnen dat ruim. Die noemen we de coda. Dus een ruim bestaat uit een nucleus, dat is de klinker in het Nederlands. En dan een coda, die bestaat in het Nederlands uit één of twee medeklinkers. Heb ik nu niet daarnet gezegd herfst? En waren dat niet vier medeklinkers? Ja, maar ook daarvoor geldt weer, het is ook weer een S. Dus een stemloze, coronale fricatief. En een T, een stemloze, coronale, plosief. Precies die kunnen dan aan het eind van het woord nog bijna zonder tal worden toegevoegd. Dus aan de randen van het woord. Een woord bestaat in het Nederlands uit allemaal lettergrepen. En dan aan de randen kunnen daar nog S'en en T's staan in wat we noemen appendices. Dus toevoegsels, aanhangsels. S'en en T's, dat zijn de makkelijkste medeklinkers in zekere zin in het Nederlands. En die kunnen dus, ja, die hoeven op een bepaalde manier niet echt in de lettergreepstructuur te staan. Om toch aan zo'n woord nog te kunnen worden toegevoegd. Met name aan de randen van het woord en een heel enkele keer zoals een extra. Dus ook binnenin het woord. Goed, dus dat zijn aanzet en ruim. En iedere lettergreep bestaat uit een aanzet en een rijm. Die rijm heeft een verplichte nucleus. De aanzet heeft, is niet verplicht. Want je kunt hebben aap of u zonder enige aanzet. En, dus de nucleus is verplicht. De coda is zeker niet verplicht in het Nederlands. Moeten we voor het Nederlands nog één ding bijzeggen. En dat is dat er een verschil is tussen, het Nederlands verschil maakt tussen korte klinkers en lange klinkers. Sommige klinkers zijn van nature kort en andere zijn van nature lang. De A is van nature kort, de A is van nature lang. We zijn gewend om zo te denken, maar dat gaat weer vooral over spelling. Qua klank is er ook nog een ander verschil tussen A en A. Dat is gewoon, je ziet het ook aan mijn mond, A, A. Je ziet dat ik niet precies hetzelfde doe. Met mijn mond. Dus de A is niet alleen maar een lange A. Een lange A is A. En dat is toch iets anders dan de A. Maar de A gedraagt zich wel degelijk als lang. Hij is fonetisch een beetje langer. Maar het is ook zo dat wat ik nu daarnet zei over, je kunt hebben rap en ram. Dat geldt allebei voor de A ook. Je kunt hebben raap en raam. Dat zijn allebei goede woorden. Maar ramp, dat kun je niet hebben met een A. Je kunt niet hebben raamp. Raamp klinkt niet eens als een goed Nederlands woord. Er zijn dialecten in het Nederlands, Utrechts, Tilburgs, waar je zoiets zegt als raamp. Maar daar zitten die klinkers ook wat anders in elkaar. Daar kan ik nu niet op ingaan, maar daar zit het wat anders in elkaar. In het standaard Nederlands in ieder geval is raamp geen goed woord. Als iemand bij Lingo zegt raamp, dan hoef je niet in de woordenboek te kijken om te zien of dat nou wel een goed Nederlands woord is. Nee, dat is geen goed Nederlands woord. Na een lange A kan maar één medeklinker volgen. Raam, raap. Dat is één uitzondering. Dat is het woord 12. Dat is een telwoord. Met telwoorden is fonologisch in veel talen van de wereld iets vreemds aan de hand. Dat is het enige wat ik daar nu even over wil zeggen. Maar dus raam kan niet, dat weet je ook meteen. Na een lange klinker kan maar één medeklinker volgen. Of dat er dus weer S'en en T's kunnen staan. Hè? Dus je kunt zeggen staand of
kaaps of zoiets. Hè. Maar die S en die T's, als ze die dus niet meetellen, dan blijft die generalisatie staan. Hoe zit dat nu in elkaar? Nou, lange klinkers, zoals de A, die beslaan kennelijk twee posities in het ruim. Twee skeletpunten in het ruim. Twee van die timingslots die we nu eenmaal hebben. En het Nederlandse rijm heeft dus maximaal drie posities. Een korte klinker heeft één positie, daar kunnen dus, zijn er dus nog twee over. Dus kun je ramp hebben. Een lange klinker heeft al twee posities, dus kan er nog maar één medeklinker na staan. De Nederlandse rijm heeft bovendien ook een minimum, als je het zo bekijkt. Namelijk een minimum van twee. Namelijk, je kunt hebben rap, dat zijn er twee, of ram, dat zijn er twee. Maar je kunt eigenlijk niet hebben ra. Ra is geen goed Nederlands woord. Terwijl ra dat wel is. Maar ja, a heeft dus twee posities. Ra heeft twee posities. En dat is dus oké, maar ra heeft maar één positie. Ook hier is weer een uitzondering. Namelijk, je hebt woorden zoals ba en go en he. Die allemaal eindigen op een korte klinker. Dat zijn de enige soorten woorden die eindigen op een korte klinker. Dat zijn dit soort zogeheten tussenwerpsels, interjecties, zoals ze ook wel worden genoemd. Die vormen hier dus een uitzondering op. Maar voor interjecties geldt nu juist weer dat sowieso zo'n beetje alles wat ik heb gezegd over de fonologische structuur van woorden niet geldt. Bijvoorbeeld zijn er interjecties zonder klinkers. De enige woorden zonder klinker in het Nederlands zijn interjecties, zoals mmm en st. Woorden zonder klinkers. Er zijn zelfs interjecties die klanken gebruiken die je in het Nederlands verder niet gebruikt. Bijvoorbeeld, dat gebruikt een klank, een zogeheten klikklank. Je zuigt je tong een beetje aan je verhemelte vast en laat dan los. Die je niet in een gewoon Nederlands woord gebruikt. Er zijn talen die dat wel in gewone Nederlands woorden kunnen gebruiken, maar wij hebben geen woord ap of zo. Ap, dat soort woorden hebben wij niet. Alleen in interjecties vind je dat soort klanken. Dus interjecties, tussenwerpsels, die bevinden zich op een bepaalde manier aan de, ja, als je het zo bekijkt, ik zou zeggen aan de rand van taal. Ze voldoen wel aan bepaalde eisen, klankeisen. Het is ook weer niet helemaal zomaar willekeurig, maar het zijn geen gewone woorden die een gewone alledaagse Nederlandse vorm hebben. Ze zijn door hun vorm op een bepaalde manier al gemarkeerd als bijzonder, als anders. En dat geldt dus ook voor het feit dat ze op een korte klinker kunnen eindigen. He, pa, go. Dat maakt ze juist bijzonder. Gewone Nederlandse woorden kunnen dat niet. Er is geen Nederlands woord taxi, zebra. Dus zulke soort woorden bestaan niet in het Nederlands. Kortom, het Nederlandse rijm heeft een minimum van twee plaatsen en een maximum van drie plaatsen. Zoals de aanzet een minimum heeft van nul plaatsen en een maximum van twee plaatsen. Het lijkt mij dat er veel consensus is dat dit templaat ook wel zo'n beetje het templaat is dat lettergrepen in talen van de wereld hebben. Talen kunnen een beperktere invulling ervan hebben. Dus alleen maar één medeklinker toestaan aan het begin. Nul medeklinkers toestaan aan het einde. Dus geen enkele coda hebben. Maar veel grotere aanzetten, veel grotere coda's zijn er misschien niet. Er zijn wel talen die veel grotere clusters van medeklinkers lijken te hebben, maar die maken eigenlijk ook gebruik, volgens die analyses, van dit soort templaten. Dan zijn er alleen maar, bijvoorbeeld zijn er dan meer klanken zoals S en T, die buiten de hele lettergreep kunnen vallen, of kunnen de verschillende, kan bijvoorbeeld de nucleus ook worden opgevuld door een medeklinker zoals in lopen. Dus er wordt wel gezegd dat dat iets is wat Berber, noemde ik al, sommige Berber dialecten, daar kun je hele woorden hebben zonder klinkers. En de truc is daar waarschijnlijk dat
medeklinkers ook in zo'n nucleuspositie kunnen staan. Goed, één ding wat ik nu daarnet nog oversloeg was dat dus die onzet en die rijmen ook nog een soort van interne structuur hebben. Kra is een mogelijk Nederlands woord. Rka is geen mogelijk Nederlands woord. Ook al hebben ze allebei een onzet van twee medeklinkers. Wat is er aan de hand? Ja, die twee medeklinkers moeten in een bepaalde volgorde staan. De K moet vooraf gaan aan de R en niet andersom. Hoe zit dat in elkaar? Het idee is dat we medeklinkers en eigenlijk alle klanken van een taal op een schaal kunnen zetten. Die schaal kunnen we uitdrukken met behulp van kenmerken, maar het blijft uiteindelijk een schaal. Een schaal die we noemen sonoriteit. Een schaal van sonoriteit, waarbij de meest sonore klanken de klinkers zijn en de minst sonore klanken die medeklinkers die ook het minst klinkerachtig zijn. Dus sonoriteit is in zekere zin een schaal van klinkerachtigheid, van hoe onbelemmerd kan de lucht naar buiten stromen. En dus een A, een lage klinker, is in die zin zelfs de meest sonore klinker. A. En bij een E of een I is er al iets meer belemmering en die zijn dus al iets minder sonor. En zo gezien zijn dus de minst sonore medeklinkers de plosieve. Misschien wel zelfs wel de stemloze plosieve. P, t, k. Waar je echt de mond even helemaal afsluit. T, k. De mond helemaal afsluit. Je laat je stembanden niet trillen zoals je bij klinkers gewoon bent te doen. En dus ta, ta, ta is in die zin de universele lettergreep. Is de best mogelijke lettergreep, want de beste vulling voor de onzet is het minst sonore segment. De beste vulling voor het rijm is het meest sonore segment. Ta, 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 ta. Bovendien zie je, volgens deze sonoriteitstheorie, kun je lettergrepen zien als een soort boogjes. Boogjes van sonoriteit. Hoe dichter je bij die klinker die de nucleus is. De nucleus is dus de top van het bergje, is dus het meest sonore element. Vandaar dat het zo vaak een klinker is. Ta. Maar hoe dichter je bij die top komt, hoe sonorder ook de medeklinker. En vandaar dat tra een mogelijke onzet is en rta niet. Want de rr, die kun je aanhouden, laat je je stembanden bij trillen. Dat is een sonorante medeklinker. Die is klinkerachtiger dan de T. En dus is tr aan het begin wel een goede volgorde en rt niet. En dus is aan het eind van de lettergreep de volgorde omgekeerd. Dus is hert wel een mogelijke lettergreep, maar hetr niet. Waarom niet? Die R, die. Dus als je een R en een T hebt, dan wil de R het dichtst bij de klinker staan en de T het verst weg van diezelfde klinker staan. Dat is de theorie van sonoriteit. Een theorie die ook weer eigenlijk lijkt op te gaan voor alle talen van de wereld. Er zijn wel talen waar je retets of zo, zulke soort woorden kunt hebben, sommige Slavische talen. Maar daar is altijd iets bijzonders aan de hand met die R. Daar vormt die R bijvoorbeeld eigenlijk een soort lettergreep op zichzelf. Is die de nucleus van een aparte lettergreep? Of is er nog wat anders aan de hand? Is die R bijvoorbeeld een apart segment zoals de S in onze taal aantoonbaar? Alle talen lijken dus, als je het nader analyseert, eigenlijk gevoelig voor dit soort sonoriteit, voor dit soort sonoriteitsschalen. Dat geldt waarschijnlijk ook vermoedelijk voor het laatste element dat we nog moeten toevoegen. Ik heb tot nu toe gezegd, talen hebben, in alle talen zijn, dus in ieder taal is een welgevormd woord een serie van welgevormde lettergrepen. Eén ding moet eraan worden toegevoegd en dat is het begrip lettergreepcontact.
Dat kun je zien aan paren woorden zoals aan de ene kant partij en aan de andere kant patrijs. Ook hier weer, we kijken, net zoals eerder bij oma, kijken we naar woorden zonder interne morfologische structuur. Partij, patrijs. Dus allebei woorden met in het midden twee medeklinkers, een R en een T, maar dan in verschillende volgorde. Het is geen toeval dat je zegt par, ene lettergreep, tij, andere lettergreep aan de ene kant. En dus de twee lettergrepen, de R en de T, worden uit elkaar getrokken. En patrijs aan de andere kant, patrijs, de T en de R blijven bij elkaar staan. Waarom? Dus waarom is dat zo? Dus op zichzelf, part, ei, er is niks mis mee. Part is een goede lettergreep, ei is ook een goede lettergreep. Waarom kun je dan geen woorden hebben, part, ei? Sterker nog, waarom lijkt je dat in geen enkele taal zo te doen bij ongeleden woorden? En aan de andere kant, patrijs, pat en reis zijn ook welgevormde woorden. Dus waarom verdeel je die lettergrepen dan zo? Het antwoord is lettergreepcontact. En lettergreepcontact zegt, als je twee lettergrepen naast elkaar hebt staan, dan moet de laatste klank van de eerste lettergreep sonorder zijn dan de eerste klank van de tweede lettergreep. Par, sonore R, tij, weinig sonore T. Par, tij. Dat is dus goed lettergreepcontact. Terwijl pa, partij is natuurlijk partij. Partij is gewoon geen goede lettergreep. Dus in partij heb je geen andere mogelijkheid. Patrijs, dat kun je opdelen in pad en reis. Dat zijn op zichzelf goede, welgevormde lettergrepen. Maar ze hebben geen goed contact. Want de T is minder sonor dan de R. En dus zeg je patrijs. Dus is patrijs een betere letter. En nogmaals, dit geldt niet alleen maar voor het Nederlands. Talen die lettergrepen hebben met dit soort complexiteit, zoals het Nederlands, die delen die lettergrepen eigenlijk altijd op deze manier op. Hoe komt dat? Wat is de verklaring daarvoor? Dat is, geloof ik, wat moeilijker te zeggen. Ik geloof eigenlijk helemaal niet dat daar nu zo'n hele goede verklaring voor bestaat. Maar het is wel het geval. En dus die theorie van sonoriteit geeft in ieder geval wel, geeft niet, denk ik, een echte verklaring daarvoor, maar hij geeft wel een hele goede en elegante manier om het te beschrijven.